Hey, ik ben Gino Graus. En ik ben Gino Graus 2. En vandaag pak ik mijn koffer in voor Griekenland. En ga ik een nummer inzingen met Gino Graus 2. Ik voel me vogelvrij. In de heerlijke verliefdheid tussen jou en mij. Ik voel me vogelvrij. Jij laat me zweven als ik mijn vleugels spreid. Ik ben namelijk mijn koffer aan het inpakken, want over een aantal dagen dan vlieg ik naar Griekenland. En dan gaan we los op kos met heel veel artiesten op de artiestenreis. Om een beetje variatie in te brengen zijn we dit jaar naar Griekenland gegaan en niet naar Turkije, want we zijn al 5 jaar op een rij naar Turkije geweest. En nou is de vraag, heb ik genoeg spullen bij? Ik heb wel gehoord dat je een vestje mee moet nemen voor 's avonds, omdat het daar best frisjes is. Nou, natuurlijk korte shirtjes. Ik heb zwembroeken om te zwemmen. Want dat vind ik natuurlijk wel even lekker om te doen. Ik heb bijvoorbeeld hier een leuk t-shirtje voor op de zwembroek die ik hier heb. Dus dat is 1 setje, zeg maar. En dat kan ik dan bij elkaar aandoen als ik bijvoorbeeld in de eetzaal zit of dat soort dingen. Nou moet ik een toilettas hebben met douchepullen, washandjes, tandenborstel heb ik. Tandenborstel, die kan ook in de koffer. En wat heb ik dan nog meer nodig? Aftershave, gel voor mijn haar. Even kijken, dan ga ik dat even allemaal opschrijven. En dan gaan jullie kijken naar het volgende filmpje. Ik zit op mijn kamer. Ik heb hier sinds kort een studio gebouwd. Het is niet heel groot, maar het is wel goed voor de dingen die ik ga doen dit jaar. Ik ga namelijk in september een produceropleiding volgen. En daar heb ik deze spullen allemaal voor nodig. En toen mijn beste vriend Laurens dat hoorde, toen was hij natuurlijk meteen verkocht en wou hij meteen komen zingen. Hij zit hier hoor. Laurens, kom er even bij. Ik vind het ook. Ga maar staan. Abidoo! Laurens, ga maar staan. Want wat gaan we vandaag doen? Dit is Gino Graus 2. Dus we gaan een leuke liedje zingen vandaag. En wat we vooral gaan doen is een liedje van mij opnemen. Want jij kent al mijn liedjes, toch? Klopt, ja. Nou, Laurens, noem eens even een paar titels op. Van de... Ik heb Voor het Vrij. Vrij, ja. Is dat? Zweven op de Wind. Ik weet het. Geef mij nu maar snel je hand. De hand. Ja. En nou, nog veel meer. Maar je noemde net Hey Schat op. En dat vind ik wel een leuk liedje. En dat vind jij ook een leuk liedje. Dus zullen we die op gaan nemen in de studio? En toen is je deur. Voor de microfoon. Ja. En dan gaan we beginnen. Ik zal wel even laten zien wat we vandaag allemaal van plan zijn. Want hier natuurlijk op mijn computer heb ik alles al klaar staan. Nou, mengpaneeltje, microfoontje. Keyboard, de zanger. Ja, Gino Graus. Zit erop. Oh, schiet op, ik moet op schieten vallen. Ik zit in de studio. Waar gaan de kerstmis? Kerstmis? Dat is pas over ik weet niet hoeveel maanden. Nee joh. Aan het einde van het jaar, maar we zitten pas in mei. Ja, naar mij, vondjes en ei. Ik heb het hier namelijk al klaar staan. Hij staat te zijn. Het dat ik bij mij. Het witte kan. Het mij. Het is het. Nou, Laurens, het is gelukt, jongen. Hey, goed gedaan. Voor de week. Laurens. Ben jij vandaag de cameraman? Ja. Oké, nou, we gaan namelijk de outro opnemen. Ik ga aanzetten. Niet een commentaar. Oké, geen commentaar. Ik ga nu doen. Ja? Ik hoor je, we gaan beginnen nu. Bedankt voor het kijken, voor de week.
Hey Laurens, tot volgende week. Nee, hey. Tot volgende week. Ga je mee is aankomende vrijdag samen met de videoclip overal te bekijken en te beluisteren. En vooral natuurlijk de videoclip op YouTube. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan je blauwe duimpjes omhoog en abonneer op mijn kanaal via deze foto. Hier kan je alle andere afleveringen van de Week van Gino bekijken en daar alle andere videoclips. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei doei!